We staan hier met winnende coach Jack de Gier van vanavond. 2-1 winst op Jong FC Utrecht. Welk gevoel overheerst nu? Nou, vooral blijdschap en opluchting natuurlijk. Hè? Want als je hier 1-1 speelt, dan spreek je van een teleurstellend resultaat. En als je wint, dan heb je het gewoon goed gedaan. Zo simpel is het. Voelt u hem nog aankomen, de winnende? Ja, ik had er wel nog steeds geloof in. En ik vind, we hebben vorige week tegen Cambuur in de 94e minuut een doelpunt tegengekregen. Dat kwam omdat Cambuur bleef geloven in het resultaat. En ik vind altijd zeker als je eigenlijk zo de bovenliggende partij bent, dat je weet dat je kansen gaat krijgen. En dat je, klinkt heel gek, maar wel geduld moet houden. En geduld bedoel ik dan in de juiste beslissing maken op het juiste moment. Ik werd nog even kwaad op Ennis, die ging met rechts een bal uit de draai schieten. Dan denk ik van ja, dat is een kansloze missie. De goal van Sven, dat is gewoon bewust de bal aannemen en gaan voor je laatste kans. Geloof in je laatste kans en goed afmaken. Je wist het ook niet veel in de slotfase. Had je gewoon vertrouwen in de elf die er stonden? Ja, want we hebben Mart gewisseld voor Okita. Nou, met Okita wilden we van de rechterkant dreiging krijgen. Het veld was gewoon centraal heel klein. En vandaar dat we gekozen hebben om die wissel te doen. En voor de rest moeten deze spelers ook groeien. Die moeten met elkaar spelen. En dat vind ik belangrijk. En het vertrouwen in, vooral in de voorste linie, dat we toch nog die goal gingen maken. Ja, die was er wel. Makkelijk gezegd nu, hè, na de wedstrijd. Maar dat had ik ook gezegd na de wedstrijd, hoor, als we gelijk hadden gespeeld. Vanaf de zijlijn, altijd makkelijk gezegd, vanaf de zijlijn leek het een beetje misschien wel iets te makkelijk gaan in de eerste 20 minuten. Nou ja, je weet, je moet deze wedstrijden moet je zelf het eerste doelpunt maken. Dan komt er misschien wat meer ruimte en dan kan je dat uitbouwen. Ja, we krijgen natuurlijk een super slecht doelpunt tegen. 2 minuutjes daarvoor hadden we al een waarschuwing gehad. De goal is gewoon een blunder van Gino natuurlijk. Nou, dan weet je, dan moet je erachteraan. Ik was heel blij met gelijkmaken voor de rust. En ja, dan moet je dat overwicht moet je in doelpunten uitdrukken. En dat hebben we in kansen gedaan. Hè? Want ik vind dat we de tweede helft behoorlijk veel kansen hebben gehad. Ik vind ook dat we een strafschop hadden. Dat die goal gewoon geldig was. Hè? Want volgens mij loopt de keeper gewoon in de rug bij Asjebar. En kan Okita hem in de lege goal schieten. Dat is gewoon prima. En daarna dan nog de kans op 2-1. Waar dan gelukkig de laatste erin gaat. Aanstaande vrijdag gewoon 90 minuten gewoon winnen? Nou, een wedstrijd duurt tegenwoordig hè, met de blessuretijd altijd 95 minuten. We hebben nu allebei de keerzijdes meegemaakt. Dus ik hoop dat we dat eerder kunnen beslissen. Ja. Succes. Okay. Joey van den Berg, gefeliciteerd met de overwinning. Maar wat was die moeilijk? Nou ja, wel heel lang spannend gehouden. Ja, maar ik ben heel blij dat we hebben gewonnen. Serieus, want het was echt het was om te huilen vandaag. Maar ja, je moet zeggen altijd van, je moet het maar even winnen, weet je wel. Nou ja, dat hebben we dan uiteindelijk ook gedaan, maar daar was ook wel alles mee gezegd. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dit heeft heel weinig met competitievoetbal te maken, hoor. Dit in zo'n leeg stadion. Er zit totaal geen beleving of wat dan ook bij. En dan zeggen ze allemaal van, dan moet je je wel voor kunnen opladen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dat is wel heel moeilijk, hoor. Is het even wennen aan de Jubilee League, voor mij ook even wennen, aan de keukenkampioenschap? Nou ja, de keukenkampioenschap. Niet zozeer, maar ik speel liever met. Maar dat dit erbij hoort. Ja, dit hoort erbij. Ja, dit hoort erbij. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. En we zijn een opleidingsland. En we doen het allemaal voor de opleiding. En hopen dat we dan later de vruchten van plukken. Maar je kan net zo goed die competitie terugbrengen naar 16 teams. Want ik vond dit niet persoonlijk niet heel erg lekker om mee te maken, moet ik zeggen. Nou goed, nog een paar keer dit soort uitwedstrijden. Ja, nog 3 keer. Dus, En vrijdag gewoon een eigen goffert. Ja, daar ben ik heel blij mee. Het is toch altijd lekker als er wel wat mensen op de tribune zitten. Jullie begonnen eigenlijk best aardig vanavond. Het ging misschien iets te makkelijk, want eigenlijk dus vrij laag tempo toch best veel kansen gecreëerd. Ja, kijk, het gevaar is altijd als je de bal heel veel hebt, dat je dan verdedigend denkt dat je minder hoeft te doen. En dat is natuurlijk het integendeel. Dus de jongens leggen er hartstikke veel energie in de tegenstander. Om het je moeilijk te maken. En dan komen ze eruit. Nou ja, dan zie je, er is maar 1 schot nodig. En dan is kassa voor hun. Alleen daarvoor vond ik al dat het wat minder werd. En dat we wat slordiger werden. Ja, dan maak je het zelf heel moeilijk. Dus ja, de kunst is, als je heel veel de bal hebt, om geconcentreerd te blijven. Hoe simpel het ook klinkt. Maar dat is eigenlijk gewoon alles mee gezegd.
En had je er zelf nog vertrouwen in gegeven in de tweede helft als de tijd weg gaat tikken en jullie toch niet heel veel kansen creëerden in de tweede helft? Nee, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik dacht dat het gelijk zou worden. Maar ja, dat is ook niet meer dan reëel, denk ik. Dus ik bedoel, die bal gaat naar voren, hij neemt hem aan, hij schiet hem binnen en het was afgelopen. Dus ja, niet zo gek dat ik dacht dat het 1-1 zou worden, denk ik. Maar ja, ik ben wel heel blij dat we hebben gewonnen, moet ik zeggen. Nou goed, vorige week 2 puntjes te weinig, misschien nu 2 puntjes te veel. Aan het einde van de streep krijgt iedereen wat hij verdient, toch? Ja, maar als we nu al daarmee beginnen, na 2 wedstrijden, dan, dan wordt het wel heel veel gestreept en heel veel gerekend. Maar ja, we moeten het onszelf makkelijker maken om, ja, om dit soort wedstrijden winnen naar je toe te trekken. Maar ja, ik ben wel heel blij dat het gelukt is. Succes daarmee. Ja, dankjewel. Anis Atjebar, gefeliciteerd met de 3 punten. Wat ging er moeizaam? Nou, eerlijk gezegd vond ik van niet. Ik vond dat we alleen de kansen niet afmaakten. Het liep lekker. En ja, we maken de kansen niet af. Maar uiteindelijk doen we dat ja, op het laatste moment. Heel spannend gemaakt, maar ik denk dat Sven Braken dat expres heeft gedaan. De ontlading is wel lekkerder dan. Ja, absoluut. Je hebt liever 2-1 in de laatste minuut dan 5-0. Maar goed, dan zie ik er in de blessuretijd bij jullie. Gaan we geen traditie van maken, toch? Nou, ik hoop het van niet. Maar als we maar de 3 punten halen, dat is het belangrijkste. Ja, het begon lekker vandaag, de eerste 20 minuten. Toen ging het echt vrij simpel. Iedereen speelde lekker. Pasingen kwamen aan, kansen kwamen er. Daarna werd het een stukje minder. Ja, zij maakten de 1-0. Toen ja, liep het even niet bij ons. Toen ja, raakten we even in de war, zo leek dat. Maar ja, op een gegeven moment zie je toch de volwassenheid, de ervaring die wij hebben. Ja, zie je toch weer dat we makkelijk terugkomen en ja, eigenlijk dat doen wat we moeten doen. En veel kansen creëren. Je maakt een lekkere goal. Jawel, ja. Gewoon goed staan en intikken. Dan is het voor ons vanaf de zijlijn altijd heel makkelijk. Het tempo moet omhoog. Hè. Er moet meer. Hoe moeilijk is dat op het veld? Nou ja, ik denk dat het gewoon ja, dat het een beetje erin gaat zitten. Je voetbalt makkelijk, wat je zegt. Er zijn veel ruimtes. Waardoor je een beetje laks gaat worden. Maar wat je zegt, kijk, wij vonden ook ja, in het veld en buiten het veld ook, vonden we ook gewoon dat het tempo wat sneller moest. En dan zie je in de tweede helft dat we dat doen en dat we veel meer kansen creëren. En dat zij ja, bijna tot geen scoringskans komen. Misschien ook een beetje zo'n typische tweede wedstrijd van het seizoen, waarin je nog een beetje aan elkaar moet wennen. Ja, absoluut. Het heeft tijd nodig natuurlijk. Als je kijkt bijvoorbeeld ja, Jonathan Okita die net is aangekomen. Ja, Brahim Dari die nu 2 weken meedraait. Dus ja, het heeft wel tijd nodig. Dus ja, in dat opzicht heb ik gelijk. Ja, dat zal wat teweeg brengen voorin in de aanval. En Okita erbij is. Waar zien we jou vrijdag op het veld staan? Ja, dat zie je vrijdag. Dat is aan het trainen waar ik sta. Maar dat zie je vrijdag natuurlijk. Dankjewel. Dat is goed, joh.